7 maart 1991 zijn in Veenwouden en daar wordt gevonden het hoofdplaats van de Vrije Fabriek en het Openluchtmuseum in Arnhem. Hier hebben we nog een keer een overzicht van de complete fabriek met daar de schoorsteen waarmee vandaag begonnen zal worden. De voorkant, het gedeelte wat weggaat. Dit is dan het gedeelte wat er voor weg gaat.
wel. Deze gelegenheid, het is altijd een kwestie van kiezen, schrijf je nou iets uit of schrijf je alleen een paar steekwoorden op. Voor deze gelegenheid heb ik gevonden dat ik het maar eens uit moet schrijven. Geachte mevrouw Postma, geachte familie Postma, geachte overige genodigden van het museum en elders. Graag zou ik aan deze tafel een paar woorden willen spreken. We zijn hier vandaag, op deze prachtige vroege voorjaarsdag, bijeengekomen om het officiële startsein te geven voor de realisatie van het Vrijjaarproject. Dit project zal bestaan uit het demonteren van een deel van de thans nog hier in Veenwoude aanwezige fabriek en de reconstructie daarvan op de terreinen van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Een reconstructie inclusief machines, werkend en installaties. Dit zal het beeld te zien geven van een stoomzuivelfabriek in werking, ofwel een zuivelmuseum in bedrijf. Dit project, dames en heren, is voor het Openluchtmuseum van het grootste belang, maar niet alleen voor ons. Door de heropbouw van de fabriek in Arnhem zal eerst en vooral ook gestalte worden gegeven aan de droom van wijlende heer H. Postma. Het zuivelmuseum, waarnaar door hem vele jaren is gestreefd, zal er nu echt komen. Zij niet hier in Veenwoude. Ik heb
heb er behoefte aan mijn grote waardering uit te spreken voor het initiatief van de heer Postma. En voor de inspanningen die de familie Postma en die vooral mevrouw Postma zich heeft getroost om dit project ook inderdaad daadwerkelijk voor de toekomst te redden. Deze daadwerkelijke betrokkenheid bij het behoud van het culturele erfgoed kan niet genoeg worden gewaardeerd. Het zou u niet verbazen dat uit de mond van een museumdirecteur te horen. De contacten tussen de familie Postma en het Nederlandse Openluchtmuseum dateren al van 1983. Al die jaren is het het voornemen geweest om Freya in Arnhem op te bouwen. Maar door tal van omstandigheden kon dit voornemen steeds niet worden gerealiseerd. Als er één ding moet worden gewaardeerd, is het dus wel dat geduld en de volhardendheid van de familie Postma. Dit geduld werd zeer op de proef gesteld, zeker ook omdat vanuit het museum van tijd tot tijd wel weer steeds zicht op daadwerkelijke realisatie werd geboden. De dreigende sluiting van het museum in 1987 en de daarop volgende perikelen rond de privatisering moeten ook voor u een grote teleurstelling zijn geweest. Tot troost kan strekken dat het ook voor ons een moeilijke tijd was. In elk geval stonden ze de afgelopen jaren de realisatie van Freya in de weg. In het late voorjaar van vorig jaar heb ik u, mevrouw Postma, als net aangetreden directeur van het te privatiseren museum, gezegd dat ik in de zinvolheid van het Freya-project geloofde. Daarbij heb ik aangegeven dat een verantwoorde investeringsbeslissing door ons pas kon worden genomen wanneer er zicht was op het totaal van de noodzakelijke strategische investeringen. Ik heb u toen toegezegd uiterlijk 1 oktober daarover een beslissing te zullen nemen. Ik was, en ik ben u nog steeds, buitengewoon erkentelijk voor het feit dat u dat respijt toen hebt willen geven. Alleen al om die reden deed het mij deugd dat ik u, overeenkomstig afspraak, op 1 oktober inderdaad kon berichten dat Freya zou worden gebouwd. En dan nu vandaag. Vandaag zijn we hier bij elkaar gekomen om de start van de demontagewerkzaamheden te vieren. Daaraan gaat echter nog 1 belangrijk ding vooraf. In de afgelopen weken hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de familie Postma en het museum over de opstelling van een contract waarin het geprivatiseerde museum de verplichtingen van het ministerie van WVC overneemt. Dit contract, waarover wij overeenstemming hebben bereikt, houdt als hoofdpunt in dat het museum de verplichting op zich neemt tot herbouw van Freya over te gaan voor 1 juli 1994. Het streven, en ook dat is contractueel vastgelegd, is er echter op gericht deze realisatie te doen plaats hebben voor 1 juli 1992. En dat is dus heel snel. Het doet mij genoegen u, mevrouw Postma, te mogen uitnodigen zo dadelijk met mij dit contract te ondertekenen. Alvorens daartoe over te gaan, echter nog 1 laatste punt. Lang niet iedereen zal zich in volle omvang realiseren hoeveel werk er, ook voor het museum, bij komt kijken om een dergelijk groot project te realiseren. Medewerkers van het museum zijn in de afgelopen jaren veelvuldig naar Veenwoude gereisd om werkzaamheden in de fabriek te verrichten, opmeten, tekenen, inventariseren enzovoorts. Van al die medewerkers heb ik nooit anders dan de grootste lof gehoord over de gastvrijheid waarmee zij hier werden ontvangen. Als klein blijk van erkentelijkheid wil ik u daarom nog maar een boeket aanbieden. En dat boeket, de heer van Brussel haalt het nu op. En dat boeket, dat vraag ik u dan te willen zien als een symbool van ons vaste voornemen. Van ons vaste voornemen om alles te doen wat in ons vermogen ligt om het project te laten slagen. Dan liggen daar 2 contracten. Ja, nee. Ja. Deze. Ja. 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 Ja
Alsjeblieft. Dit is de planning, dit is de bijlage waar al niet precies op staat waar we afgekomen. Ja, ik heb eigenlijk... Die is voor u hoor. Arbeid. Ja, die zijn voor u. Fijn. Ja. Dan heb ik nog een mapje meegenomen waar u uw exemplaar kunt bewaren en waarin ik het mee kan doen. Ja, dat lijkt me heel mooi. Zo, dit is boven. Zo, ja. Het is goed. Daar wil ik eigenlijk alleen maar even naar toevoegen. Ik ben heel erg blij dat het nu echt ondertekend is. En dat het dus nu in, werkelijk naar het Openluchtmuseum gaat in Arnhem. Er is dan zo'n vies gezegde, als het net zo kan, als het moet, dan moet het maar zoals het kind. Maar het is in het Hollands, dat is een begrijpje misschien wel. We hebben stonden ik kan alleen zeggen, ik ben blij dat het naar Arnhem gaat, want ik geloof als het hier in Friesland was gebleven, dat er niet zoveel aandacht aan werd geschonken, ook aan de documentatie. Wat u met u allen daar verzet heeft, nou ik heb daar groot respect voor, want het is fantastisch. Iedere keer kwamen ze weer, we hebben dit onderzocht, we hebben dat onderzocht. Nou werkelijk, ik ben heel erg dankbaar dat het Openluchtmuseum zich ontfermt over Freya. Fantastisch. En vanmorgen heb ik dus ook al een interview gehad voor Radio Friesland en heb ik dus al gezegd, ja, als jullie vrijer willen kijken, ga dan maar naar Arnhem. Jullie kunnen nu allerlei reisjes organiseren. Jullie kunnen daar de hele dag blijven. Dus... Daar rekenen we ook op, ja, trouwens, hoor. Heel fijn. Ja, goed. Yeah.
We gaan weg.